Elk jaar vieren de Fransen sinds 1880 hun nationale feestdag op 14 juli. Deze feestdag is een symbool van de geschiedenis en eenheid van het land rond gemeenschappelijke waarden. In het kader hiervan werd op donderdag 11 juli jongstleden een persmoment ingelast door de Franse ambassade. Anne Mathieu, directeur van het landenkantoor van de Collectivité, territoriaal van Guyana in Suriname, ging in op de verschillende activiteiten, vooral op het gebied van sport, waar zij zich voor inzetten. We are very active to support the leagues of French Guiana who wish to implement international tournament with teams with the leagues in Suriname. The last few weeks we had, for example, the Grand Prix of the West of French Guiana. A team of cyclists of Suriname, a team of cyclists of Guyana joined this major race, which is one of the biggest races in South America, from Paramaribo to Albina. The departure was in Paramaribo, first step Paramaribo-Albina, and then the two next days, the last days in French Guiana, in the west of French Guiana. Mathieu gaf aan dat zij op 12 juli een handbalintroductie hebben gehad voor de leerlingen van het Vrije Atheneum. Handbal is niet zo bekend in Suriname en ze willen deze tak van sport introduceren. Dit is een van de doelen die zij supporten en promoten. Sinds 3 jaar hebben de Collectivité Territoriale van Guyana en Suriname in samenwerking met andere partners de Interguyanese Spelen, IGS, georganiseerd. IGS is een grote jaarlijkse sportcompetitie binnen de 3 grondgebieden. Mathieu zegt dat de competitie bijdraagt aan het beter leren kennen van elkaar, het hebben van een gemeenschappelijke cultuur en integratie binnen het Guyana-schild. Also, so since 10 years, you might ask what is French Guiana is really doing here. So we have those kind of activities in sport, but we have also the regular activities that we are conducting in culture, with culture exchanges. But we also try to promote a new vision when it comes to our shared history. I will name two major events that will be coming the next few months. The 11th of August, in French Guiana, we will inaugurate the memorial for the Arawak. Gisteravond werd op de residentie van de Franse ambassadeur de Franse Nationale Feestdag ook gevierd. Dit evenement, waar president Chandrika Prasad Santokhi bij aanwezig was, had niet alleen een sociaal karakter, maar bood ook de gelegenheid om zaken van wederzijds belang te bespreken. De president stond stil bij de samenwerking met Frankrijk op het gebied van olie en gas. Onze samenwerking bevindt zich in een nieuw tijdperk van aanzienlijke investeringen in de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen, voornamelijk olie en gas, door het Franse bedrijf Total Energies. Hun toewijding aan het milieu en het gebruik van de beste technologieën om de CO2-uitstoot te verminderen is prijzenswaardig en welkom. Aldus president Santokhi.